Het mooiste van Landert zijn de mensen. Leuk dat je weer meedoet met Landert in Beweging. Wij als buursportcoach van Landert Sportzo hebben voor jullie weer een hele leuke beweegles. Hij duurt 15 minuutjes. Doe er lekker mee! Welkom bij Landert in Beweging. Kom lekker stappen op de plaats. We stappen naar voor en achter met hetzelfde been. Tijdens de warming-up brengen we de ademhaling en hartslag omhoog, wisselom, voor en terug. Stap er op de plaats, draai met je polsen, draai ze lekker los. Vervolgens draai je kleine bewegingen met je armen. Draai naar binnen. Nou stappen we schuin naar voren en weer terug. Juist. Schuin naar voren en kruis achter. Stap op de plaats, wissel van kant voor, schuin en achter. Klein beetje balanceren. En stap weer op de plaats. De armen breng je naar voren. En breng je ellebogen naar achter. Trek die schouderbladen naar elkaar toe. Blijf ondertussen lekker stap op de plaats. Heel goed. Maak even alle gewrichten en spieren lekker los. Vanuit hier voor schuin en weer draai. Je mag je handen in de zij houden, net wat je zelf fijn vindt. Wissel om, schuin voor en achter. Een variatie op het stappen. Stap weer op de plaats. Dan draaien we de schouders achterlangs. En we nemen de ellebogen mee. Dus draai jezelf steeds een beetje groter. Maak je armbewegingen groter. Draai je schouders los. Laatste. Dan draaien we de ellebogen naar binnen. Duimen naar binnen en open. Binnen en open. Blijf ondertussen goed stappen op de plaats. Lekker draaien. Door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan een vrouw die op me wacht. Oké, schud even los. De armen omhoog. Strek helemaal uit. Maak je lang. Trek je schouderbladen achter ook naar elkaar. En weer naar beneden. Goed gedaan. We gaan verder met een oefening voor de bovenbeenspieren en een stukje balans. Zet je voeten op heupbreedte uit elkaar, zak iets door je knieën. Hou je romp weer op spanning en we gaan zakken naar beneden in je eigen tempo. Neem je armen mee omhoog. Zak zo diep als je zelf wil. En probeer je romp mooi rechtop te houden. Nog één keer. Nu brengen we ons gewicht omhoog op die tenen. En weer langzaam naar beneden. Op. En weer naar beneden. Zorg dat je spanning op je romp houdt. Zo hou je makkelijk een balans. Nog eentje. Heel goed. De armen gaan omhoog. Maak je lang. En iedere keer probeer een appeltje te plukken. Maak je lang. Op. Op. Alsof je net er niet bij kan. Tot aan het vroege morgen.
weer squatten. Zak door je knieën. En weer omhoog. En nu gaan we naar de tenen. En weer naar beneden. Squat, zak door die knieën. En op die tenen. En als het lukt, ietsje sneller. Zak naar beneden. En op die tenen. Zakken. En tenen. Heel goed. En dit voel je in die beenspieren. In die kuiten. In die bovenbenen. Nog eentje. Heel goed. Schud even los. Je armen zijn naast je. Je rug is stil. En je zakt iedere keer naar beneden toe. Dus rijk richting de zijkant van je been. En voel het in je taille. Dus alleen je rond draait en je benen zijn zo stil als je kan. We gaan weer zakken door die knieën en kom weer op je tenen. Maak lang. Pak je eigen tempo. En hier mag die hartslag van omhoog gaan. Een pittige oefening. Je blijft iets staan en je met je romp bereiken we weer naar beneden toe. Voel het in die onderrug, in die taille. Nog twee. We gaan verder met een armoefening. Pak je gewichtjes er weer bij. Zet je voeten op heupbreedte. En de gewichtjes heb je aan de voorkant. Dan til je ze op en weer naar beneden. En dit is een langzaam tempo. Je mag hier blijven. Of je gaat iets sneller met mij mee. En dan stap je je voet naar achter. Stap uit en terug. Uit, terug. Wil je iets pittiger voor je benen, dan zak je iets meer door je knieën. Laatste. Heel goed. Voeten weer op heupbreedte, gewichten bij je schouder. En strek ze uit en weer terug. Breng de gewichten niet te hoog tot schouderhoogte. Wil je weer meer en wil je een tempo sneller? Breng om en om je been mee naar buiten. En ook hierbij, hoe dieper je zakt, hoe zwaarder voor je benen. Blijf hier. Strek uit. Laatste twee. Heel goed. Schud even los. Vanuit hier, gewichten weer bij de schouders, strek ze uit. En we gaan een verende beweging naar achter maken. Dus breng die schouderbladen naar elkaar toe. Voel het in je schouders. Misschien in je borst. En breng ze even terug. Even rust. Pittige oefening voor je schouders. De volgende keer met je schouders. Deze doen we nog een keer. Breng ze weer bij je schouders. Strek ze weer uit. En maak verende bewegingen naar achter. Schouderbladen goed naar elkaar toe. Oké, super. Voeten blijven zo staan. We gaan terug naar de oefening met buigen en met strekken. Komt ie aan. Doen we mee. Op en terug. Met de benen. Zo diep als je zelf wil, hè. Zorg dat die romp goed op spanning blijft. Hij gaat goed, laatste twee.
En zet je voeten weer neer. Even rust. Vanuit hier. Weer naar voren. En nu gaan we ze naar voren strekken. Hou die romp op spanning. Strek ze uit. En weer terug. Uit. En terug. Dit voel je meer aan de voorkant van je schouders. Wil je meer? Neem je voet mee. Goed tempo. Laatste twee. Heel goed. Schud je schouders los. Draai ze rond. Heel mooi. De voeten iets breder. En dan rijpen we met de gewichten naar beneden toe en weer terug. Die hebben we net geoefend. En wissel om. Rijk naar beneden en terug. Oefening voor de taille. Ook zonder gewichten mag je deze doen. Doe welke voor jou fijn is. Laatste twee. Goed gedaan. Dit was de oefening voor de armspieren. Stap op de plaats. Til die knieën goed omhoog. Vanuit hier de voeten iets breder. Zet ze neer. Spanning op je romp. Kruis je armen voorlangs. We maken een good morning. Je heupen breng je naar achter en weer naar voren toe. Met de rechter romp en de rechter rug. Voel het in de achterkant van je beenspieren. Laatste. Heel goed. We tillen de knieën op. Op. En tik om en om aan. Vanuit hier achterlangs. Hakken naar de billen. En kijk of het lukt om je voet aan te raken. En stop weer. Voet op heupbreedte. Hou weer spanning. Kruis je armen voor je borst en breng je heupen weer naar achter. Komt ja. Blijf goed naar voren kijken. En hoe vaker je deze beweging maakt, hoe makkelijker dat het gaat. Nog één keer. Dan tillen we de knieën weer omhoog. En tik weer aan. Vanuit hier, tik achterwaarts aan, hakken naar die billen. Kijk of het lukt om hem aan te raken, die hak. Stap op de plaats. Til die knieën goed omhoog op. En dan stappen we iets breder. En weer smaller. En weer breder. En weer smaller. Breng je armen opzij. Dan gaan we weer die knieën om en om aantikken. En deze oefening zul je merken dat je ademhaling goed omhoog gaat. Conditionele oefening. Tik achterwaarts aan. Stap op de plaats. Til die knieën weer op.
Neem die armen nog actief mee. Heel goed. We gaan verder met de cooling down. We brengen de ademhaling en de hartslag weer een beetje naar beneden. Eén been kruis je achterlangs. Je mag ook recht blijven staan. Eén arm breng je via de zijkant omhoog. En je rijdt naar de grond, naar boven toe. Met je andere hand rijd je naar de grond. Zorg dat je je balans houdt. Vind je het lastig, dan pak je gewoon iets vast. Hou je schouderlaag in ontspannen. En voel die stretch op de zijkant van je lichaam. Dan wisselen we om van kant. Andere voet achter. Zoek je balans. En breng hem via de zijkant omhoog. Strek je armen weer uit. Schouders laag en ontspannen. En voel die stretch op de zijkant van je lichaam. Hou hem even vast. Breng hem terug. Zet je linkervoet voor. Duw je hak in de grond. En breng je romp iets naar voren toe. Zodat je de rek voelt op de achterkant van je lichaam. Dan maak je jezelf lang. En vanuit hier rijk je naar beneden toe naar je schenen. Of naar je bovenbeen, net zo diep als jij kan komen. En iedere keer als je naar beneden zakt, dan voel je dat goed in die achterkant van je been. Nog één keer. Wissel om van kant, je andere been. Je hak in de grond, teen naar je toe getrokken. Arm omhoog en rijk weer naar beneden. Strek je helemaal uit, maak je lang. En naar beneden. Schud even je benen los. Heel goed. Vanuit hier zet je één hak de grond in. Duw je hak naar beneden. En voel de rek op je kuitspier. Zak op door je bovenbeen. En hou hem even vast. Wissel om van kant. Andere been in de grond, duw je hak de grond in en voel die rek op je kuitspier. Goed gedaan, bedankt voor het meedoen.